Suriname is vooruitgegaan op het gebied van persvrijheid. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren op een persconferentie over de ACS en diverse buitenlandse bilaterale meetings. De bewindsman is blij met de ontwikkelingen. En ik ben blij om te zien dat ondanks alle issues die we gehad hebben, en dit is een rating die we krijgen van de internationale persorganisatie dat wereldwijd gebruikt wordt door landen en door de media zelf, dat ondanks de issues die we gehad hebben in de afgelopen periode, maar ook de positieve benadering die de regering Santokki heeft gehad met betrekking tot overleg, openheid, transparantie en continu delen van informatie. Ik stel gewoon vast dat wij gelukkig, het is nog niet helemaal goed, maar redelijk goed scoren op die internationale index. De minister zei dat Suriname is verschoven van plaats 48 naar 28. Ramdien noemt de verschuiving zeer positief. En dat is denk ik een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat het alleen aan de regering heeft gelegen, maar het is aan de hele samenleving. Dus ik wil iedereen daarmee feliciteren. Ik zeg nogmaals, we zijn er nog niet, maar we zijn wel nadrukkelijk verbeterd in onze benadering van media en persvrijheid. En u kunt de details verder lezen. En laat me gelijk ook zeggen, als u die website gaat bekijken, dan gaat u meteen zien dat, en gaat wijzen, dat helaas de media en wij ook veel werk nog hebben. De bewindsman ziet ook een taak voor de media om de verantwoordelijke organisatie erop te wijzen dat de afgebeelde kaart van Suriname op de website waar de persvrijheidsindex staat, niet de juiste is.